Ik ben Nicole Dont van Weggeefwinkel Verniet, Weggeefkast Verniet en de Facebookpagina Gratis in Lokeren. Daar verzamelen wij allemaal spulletjes die andere mensen te veel hebben en die nog bruikbaar kunnen zijn voor anderen. Dus het is eigenlijk een mogelijkheid, een alternatief voor de wegwerpmaatschappij. Met corona konden wij dus niet iedereen bereiken. Zoals iedereen hadden wij problemen om mensen van dichtbij te zien. Dus dan hebben wij de Sint-pakketten georganiseerd. We hebben voor 185 kindjes een Sinterklaas voorzien. Hebben wij ook kerstpakketten gemaakt voor mensen die het niet zo breed hadden, maar toch gezellig kerst wilden vieren tijdens corona. En ook warme jassenactie hebben we gedaan en heel veel online weggegeven. Ik denk dat wij langs twee kanten iets kunnen betekenen. Dus zoals ik zei, voor mensen een alternatief te bieden voor de wegwerpeconomie. Dus iemand die spulletjes te veel heeft, kan die naar ons brengen. En anderzijds naar mensen die het op deze moment iets moeilijker hebben, al dan niet tijdelijk, kunnen wij uit de nood helpen, zodat zij andere dingen kunnen aanpakken en doen. Als je stemt voor de weggeefwinkel, dan stem je eigenlijk voor elke lokeraar. Dan stem je zowel voor de mensen die spullen te veel hebben, als mensen die spullen te weinig hebben. En we hopen het verder te kunnen uitbouwen. Mijn grote droom is eigenlijk dat we niet meer nodig zouden moeten zijn. Dus, want nu bestaan wij omdat er nood is van de mensen om hulp te krijgen in moeilijke omstandigheden. Mijn droom is eigenlijk om een platform te kunnen uitwerken waar wij niet meer nodig zijn, waar wij dus echt kunnen de mensen laten genieten van alledaagse dingen. Dat is mijn grote droom. Een dankuwel is zeer makkelijk gezegd, maar ik probeer het ook elke dag te bewijzen samen met mijn fantastisch team. Dat eigenlijk al meer familie is geworden dan gewoon vrijwilligers. Zij zetten zich oprecht elke dag in voor de weggeefwinkel en voor alle bewoners van Lokeren en ver daarbuiten. Dus team, thanks.